Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op donderdag 4 april. Bewolking boven Nederland in het zuidwesten, daar zijn meer opklaringen. En dikkere bewolking komt vanuit Duitsland langzaam maar zeker richting het noordoosten schuiven. En dat betekent ook dat daar in de loop van de dag wat regen gaat vallen. Meer naar het zuidwesten toe zijn er dus meer opklaringen en daar laat de zon zich zien. Vanochtend is het zo rond de 7 graden, vanmiddag wordt het 8 tot 11 graden. Laagste temperaturen onder de bewolking in de neerslag. De wind die waait uit het zuiden is zwak tot matig en die gaat morgen draaien naar het noordoosten. Vanavond ook nog rustig weer, nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden klaart het wel steeds meer op. En vannacht kan het ook licht gaan vriezen op een enkele plek. Morgen dan wordt het ietsje warmer, 12 tot 14 graden op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten is nog steeds veel bewolking aanwezig. En daar kan nog steeds ook wat regen vallen. Het weekend ziet er niet verkeerd uit. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden op zaterdag en zondag. Verder zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Lokaal kan er een enkele bui vallen. Ook maandag verandert er nog weinig, hoewel de temperatuur iets minder hoog gaat uitpakken. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaatsen. Ik wens u nog een fijne dag.